Ima Danouri, 2019 wordt een belangrijk jaar met verkiezingen voor dit Vlaams parlement. Maar laten we eerst eens terugblikken op wat al geweest is. De lokale verkiezingen, waar u in Antwerpen voor Roen op de vijfde plaats stond. Ja. Maar een verrassend goede score haalt met 3.905 voorkeurstemmen. Hoe blikt u daar zelf op terug? Dat was heel leuk, vooral ook omdat ik zelf campagneleider was in Antwerpen, dus achter de schermen verantwoordelijk voor alles wat met de campagne te maken had. En dat heeft natuurlijk wel als gevolg dat je zelf geen persoonlijke campagne kan voeren. Dus het is een campagne waar ik ongeveer een tiental affiches heb verspreid bij vrienden en familieleden die er echt hard achter bleven zagen. Maar voor de rest heb ik zo weinig mogelijk tv-debatten gedaan, amper. Zo weinig mogelijk schooldebatten, amper affiches verspreid. En vooral heel hard de campagne op poten gezet van onze lijsttrekker, onze andere kandidaten. En we hebben met Groen in Antwerpen een heel mooie campagne gereden. We hebben historisch de hoogste score ooit gehaald voor onze partij in mijn stad. En zoals u zelf zegt, ook een mooi persoonlijk resultaat. En dat doet dan allebei wel deugd. Ja, mogen we daaruit afleiden dat u ambitie hebt om binnen de partij meer organisatorische taken op u te nemen? Oh nee, dat was. Ik doe heel graag wat ik doe, namelijk volksvertegenwoordiger zijn en politicus. Ja. En mensen inspireren en tonen dat er dingen mogelijk zijn en dat de kracht van die ideeën een ongelooflijke impact kan hebben op een maatschappij. Maar ik vond het wel een heel interessante en bijzondere leerschool. Ik denk dat ik wil de beste versie van mezelf worden en de beste politicus die ik kan zijn. En dan denk ik dat het ook heel belangrijk is om te weten hoe het achter de schermen allemaal loopt. En daar ook uw verantwoordelijkheid in op te nemen. Het draait niet enkel om voor de schermen, maar ook om achter de schermen. En daarom dat ik dat toen wou doen. Ja, u hebt eigenlijk vanaf het begin gezegd, na die verkiezingen, samengaan van Groen met N-VA, dat lijkt mij weinig waarschijnlijk, tot onhaalbaar. Met wat de voorbije weken is gebeurd in die migratiecrisis, kan dat eigenlijk uw standpunt alleen maar versterkt hebben? Goh, niet per se, omdat het toen ging het echt heel specifiek over het project voor Antwerpen. En we merkten gewoon dat de afgelopen jaren ook al onze ideeën voor waar onze stad Antwerpen naartoe moest, dat die diametraal tegenover elkaar stonden. Of dat nu ging over het sociaal beleid, het aantal sociale woningen, de uitkeringen die tot boven de armoedegrens moeten komen wat ons betreft, het aantal sociale woningen die moeten worden opgetrokken. Of het nu gaat over mobiliteit. Wij vinden dat de binnenstad van Antwerpen autoluw moet worden, dat er een circulatieplan moet komen, meer geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Maar ook het samenleven in diversiteit. Dat zijn drie dingen die voor ons heel belangrijk zijn. En we merkten dat we daar lijnrecht tegenover de N-VA stonden. En dan moet je elkaar ook geen blaasjes wijsmaken. En dan wordt het heel, heel moeilijk om die twee modellen te verzoenen met elkaar. Ja, er waren nogal wat door elkaar lopende crisissen en schandalen in Antwerpen. Hè. Zowel als het gaat over de Socialistische Partij, maar ook Landinvest, als het gaat over de vastgoed- of projectontwikkelaars. Dat heeft zich op een vreemde manier verteld in die verkiezingsuitslag. Dat weet ik niet. Ik denk dat de verkiezingsuitslag voor een heel groot stuk wel werd aangegeven door verschillende peilingen en de stemmingen en ook de sfeer die wij voelden in de stad, in Antwerpen, dat heel veel mensen wel oor hadden naar het verhaal dat wij brachten. Maar ook dat er natuurlijk heel wat mensen zijn. En Antwerpen is historisch, denk ik, een stad die wel verdeeld is tussen links en rechts. Dat is niet slecht. Ik vind dat ook wel een van de schoonheden van onze stad. Het is een politiek laboratorium. Agalef heeft daar het licht gezien. Jammer genoeg ook het Vlaams Blok. Maar er zijn heel veel mooie politieke burgerbewegingen daar ook opgestaan. En de verkiezingsuitslag, de schandalen vond ik vooral heel jammer, omdat het gewoon anti-reclame was voor de politiek en het draaide niet meer om inhoud. En dat vind ik als jong politicus die gelooft in die kracht van ideeën heel jammer. En ik ben ook blij dat we met Groen een campagne op basis van ideeën hebben gevoerd en de rest aan anderen hebben overgelaten. Ja, maar al bij al heeft uw partij de electorale wind in de zeilen, hè? Want alle, ja, zowel de uitslagen van oktober 18 als de peilingen nu zeggen toch dat de Groen blijkbaar aanspreekt bij de mensen. Ik denk dat er een paar dingen zijn die meespelen. Eén, de thema's die wij centraal stellen en waar wij al jarenlang aandacht voor vragen, zitten nu in het midden van het debat. Als het gaat over klimaat, als het gaat over mobiliteit, als het gaat over samenleven. Dus de thema's die we aanraken zijn heel belangrijk en relevant. En tegelijkertijd de manier waarop we aan politiek doen. Ik wil niet verdelen, maar ik wil delen. Ik wil niet mensen schrik aanjagen, maar ik wil die angst begrijpen en hoop en perspectief bieden. Ik wil een verhaal brengen dat mensen overtuigd van wat er mogelijk is in onze samenleving en dat er geen enkel probleem te groot is om niet aangepakt te worden. En ik denk dat mensen zien dat wij dat doen, dat we dat consequent doen en dat de oplossingen die we naar voren schuiven daar ook effectief in helpen. En dat vind ik mooi om te zien. En ik hoop, en wat mij betreft, zitten we belangen nog niet aan ons plafond en is dit het begin. En zullen wij de komende jaren doen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en dat is blijven stijgen, blijven meer mensen overtuigen en politiek steeds relevanter worden. We'll be right back.
Madanouri, we hadden het over het electoraal succes van uw partij. U zei, ik wil graag delen met iedereen, maar niet met het Vlaams Belang, want daar zit nog steeds een cordon sanitair rond. Een cordon dat eigenlijk door de voorbije gebeurtenissen meer en meer in vraag wordt gesteld. Meer en meer in vraag gesteld, maar toch zeker en vast niet door mezelf of de mensen die ik spreek en ook niet door mijn partij. U weet zelf ook dat Jos Gijsels natuurlijk een van de auteurs was van het cordon sanitair. En wat is de achterliggende gedachte daarvan? Dat je in een politiek debat van mening kan en mag en moet verschillen. En dat je debatten mag voeren tot op het scherp van de snee. En dat je daar lijnrecht tegenover elkaar mag staan. Dat is de kracht van een democratie. Dat is het georganiseerde van mening verschillen. Maar er zijn wel een aantal basisregels. En die basisregels dat je over inhoud van mening moet verschillen, maar dat je niet mensen tegen elkaar mag opzetten. Dat je niet mensen mag herleiden of ontmenselijken of herleiden tot één bepaald deel van hun identiteit. Dat je ze niet mag criminaliseren, niet mag ontmenselijken, niet mag ontstrippen van de dingen die ze maken tot wie ze zijn. En dat je niet mag aanzetten tot haat en verdeeldheid. En laat dat net zijn wat er de afgelopen maanden en jaren wel is aan het gebeuren. Zeker als je ziet hoe we omgaan met bepaalde uitdagingen zoals vluchtelingen enzovoort. Kijk naar de actualiteit van de afgelopen weken. Dus wat mij betreft is het zeker nog actueel in deze periode waarin dat mensenrechten steeds selectiever worden omschreven door bepaalde mensen en waar mensenrechten steeds langer meer op het spel staan. Denk ik dat de geest van het cordon sanitair wat mij betreft nog springlevend is en dat cordon sanitair ook. Ja, want mensenrechten zijn geen menu waaruit je kan kiezen en kan zeggen van... Wat ons betreft niet. Nee, kijk, daar is het net wat het is. Het zijn mensenrechten. Het zijn niet mensen die ons aanstaan, rechten. Mensen die hier toevallig over de juiste papieren beschikken, rechten. Mensen die de juiste huidskleur of kleur van ogen hebben, rechten. Nee, het zijn mensenrechten voor één ieder. En dat staat natuurlijk niet synoniem aan de karikatuur die anderen ervan willen maken voor open grenzen en alles voor iedereen en weet ik wel allemaal. Nee, dat is het niet. Het gaat over een rechtvaardig migratiebeleid. Het gaat over een rechtvaardige manier van omgaan met de herverdeling van de welvaart. Maar het gaat er wel over dat één ieder, of dat dat nu een asielzoeker is, of dat dat nu iemand is die niet over de geldige verblijfspapieren heeft, of een burger van dit land, allemaal hebben ze recht op mensenrechten, want het zijn mensen. En dat is iets dat fundamenteel is voor mij en voor mijn partij. En dat is iets dat we jammer genoeg vandaag de dag in West-Europa en in andere delen van de wereld zien, dat steeds meer onder druk gezet wordt. En daar zeggen wij heel duidelijk en heel resoluut nee tegen. Ja. Aan de rechterkant zien we de verhalen in Nienhoven en in Grimbergen. Maar aan de linkerkant zien we ook dat de SPA zonder veel moeilijkheden coalities afsluit met de PvdA, die dan extreem links wordt genoemd. Ziet u verschillen tussen die PvdA en extremiteit en dat Vlaams Belang? Ik zie daar wel verschillen in, ja. Ik bedoel, de PvdA is niet mijn partij. Ik vind hun ideeën en de manier waarop ze naar de samenleving kijken niet productief. Ik doe op een andere manier aan politiek en ik geloof niet in hun ideeën. Maar daar waar zij andere ideeën hebben dan mij, heb ik ze nog nooit kunnen betrappen op een compleet andere manier kijken naar mensen die anders zijn dan hen. En ideeën die echt mensenrechten schenden, zal ik maar zeggen. En dan heb ik het over de PvdA hier bij ons in België. Want ik stel me natuurlijk heel veel vragen, ook bij de internationale connecties die zij al dan niet hebben, waar ze zelf ook niet altijd even duidelijk over communiceren. Maar dat is voor mij nog een ander verhaal. Voor mij zie je daar wel een verschil als het gaat over hoe kijk je naar mensen, hoe ga je om met die mensenrechten en welk discours voer je inhoudelijk en politiek. Mag je lijnrecht tegenover elkaar staan, wat ik je net ook heb aangehaald. Maar als het gaat over die bepaalde elementaire zaken, zoals het respecteren van mensenrechten en niet verzanden in haat en verdeling en de samenleving daar proberen open te kraken, vind ik dat daar wel een verschil in is, absoluut. Ja. Ja. Wat denkt u wanneer u in Wallonië de socialistische vorm van Paul Magnet hoort zeggen, we moeten ook rond N-VA een cordon sanitair aanleggen? Dat is voor mij op dit moment niet aan de orde. Ik denk dat de N-VA een huis is met vele kamers. Er zijn verschillende mensen waar ik ook binnen dit huis van N-VA heel goed mee samenwerk, waar ik heel veel waardering voor heb. Tegelijkertijd zie ik dat de N-VA ook meermaals flirt met extreem rechts. Als Theo Franke zegt dat hij inspiratie haalt bij het Vlaams Belang, dan vind ik dat als burger van dit land zeer problematisch. Als ik zie naar wat de N-VA in Aalst wil onderhandelen, als het gaat over organisaties van mensen met roots uit andere landen mogen niet, want ze zouden niet bevorderen tot de integratie, ja, dan hou ik mijn hart vast en dan denk ik, dit is niet het Vlaanderen dat wij zijn en wat we willen uitstralen. Dus... als je kijkt naar de campagne die nu is gevoerd geweest rond het Marrakesh-pact en de visualisaties, de beelden die ze daarin gebruiken, ja, dat is textbook alt-right, textbook extreem rechts. Dus ja, er zijn heel wat mensen binnen de N-VA die op een andere manier aan politiek doen, dus je kan ze niet in het hoekje opdelen van extreem rechts of een cordon eraan aanleggen.
En ja, tegelijkertijd, ze flirten met het extreemrechts, wat slecht is voor de politiek in Vlaanderen en slecht voor het publiek debat. Ja, Imad de Nouri, er is in dit parlement veel te doen geweest rond het klimaat en het realiseren van doelstellingen voor die klimaat, voor dat klimaatbeleid. Een nogal herkenbaar onderdeel daarvan is zwerfvuil. Dat is eigenlijk ook een zeer duur element in heel die discussie. Uw partij pleit daarvoor het invoeren van statiegeld op blikjes, wegwerpblikjes. Mm-hmm. Ja, dan krijg ik een déjà vu gevoel, want ik herinner mij Vera Duat, die is al 20 jaar terug was die al bezig met die problematiek. En er is nog niks gebeurd. Ja, dat is eigenlijk een beetje jammer om vast te stellen dat er politiek weinig is bewogen. Want wat je wel ziet in de samenleving en bij de bevolking, dat er wel veel meer is veranderd. Men is veel meer bewust bezig met afval, met zwerfvuil, met de klimaatoplossing, met onze planeet. En dat is een heel, heel goede zaak. Zoals ik net heb aangehaald, de groene thema's zijn steeds relevanter aan het worden. En zullen dat steeds meer worden. Maar je ziet wel dat politiek tegelijkertijd de inhaalbeweging wel achterblijft. En dat vind ik heel, heel jammer. En dat is misschien wel een van mijn grootste ontgoochelingen in de huidige bestuursploeg, dat je daar ook niet de grote omkeer ziet. Als het gaat over zwerfvuil, dan zie je dat in onze omringende landen op heel veel plekken er wel stappen vooruit worden gezet. Statiegeld op blikjes en plastic flessen. Maar bij ons wordt dat maar niet gerealiseerd. En vinden we altijd wel opnieuw een soort van excuus om het toch maar niet te doen. Terwijl de meeste gemeentes allemaal lid zijn geworden van die statiegeldalliantie. Omdat ze zelf aangeven van jongens, we hebben dit nodig om dat probleem van zwerfvuil te tackelen en op te lossen. Eindpunt van de politiek is toch het vinden van een draagvlak om nieuwe beleidslijnen door te voeren. Ja. Het probleem blijft natuurlijk in heel deze discussie dat veel van die maatregelen ja, bijna penaliserend fiscaal zijn. Hè? Ja, maar het draagvlak is er voor alle duidelijkheid. Hè. Het draagvlak is er bij de bevolking, het draagvlak is er bij de gemeentes, het draagvlak is er bij de lokale besturen. Maar het wordt niet gerealiseerd en omgezet in beleid hier, omdat ik denk dat het lobbywerk van bepaalde groepen nog te veel doorweegt en men niet durft om bepaalde sprongen te zetten, omdat men bang is van bepaalde afstraffing, electoraal of wat dan ook. En ik denk net dat dat een heel foute redenering is. Ik denk ook dat statiegeld, de netto winst voor ons als maatschappij, maar ook voor de consument, is veel groter. Mensen vergeten vaak dat als het gaat over plastic flessen, dat die op dit moment, als het gaat over zwerfvuil, dat gaat over 40% van het volume van zwerfvuil bij ons in Vlaanderen. Wat je kan doen is statiegeld daarop invoeren. Dan ga je zien, net zoals de onze omringende landen, dat er veel meer flessen worden teruggebracht. Waardoor dat de kwaliteit van de recyclage beter is, omdat je dan die flessen veel makkelijker en vollediger kan recycleren. En twee, je zal zien dat er veel minder afval op straat ligt. Dus dat is een dubbele winst. En je kan dat via slimme maatregelen ervoor zorgen dat zij die afval produceren, ook via een heffing, voor een stuk tegemoetkomen aan de kosten die daarvoor gemaakt worden. Waardoor dat de consument voor een stuk niet die fiscale penalisatie zal dragen, maar wel zij die vervuilen. En ik denk dat dat voor een stuk logisch is in de maatschappij waar we vandaag leven, die op een urgente manier al die uitdagingen rond klimaat, rond vervuiling wil gaan tackelen. Ja, maar u zegt, er is een draagvlak, ook bij de mensen, maar u kan dat niet weten, dat draagvlak. Hè? Want hoe kan u dat vaststellen, dat er een draagvlak is bij de maatschappij of binnen de maatschappij? Omdat er, als er bevragingen worden georganiseerd, heel vaak als het gaat over het tackelen van vervuiling en zwerfvuil. Zwerfvuil is terecht ook een van de grootste issues geweest, bijvoorbeeld bij de lokale verkiezingen in Antwerpen. Omdat mensen dat gewoon kotsbeu zijn. Niemand vindt het leuk om in zijn straat, zijn stad, zijn dorp rondlopen en te zien dat er iemand dingen heeft weggegooid. Of dat er bepaalde hoeken zijn in een parkje of in een straat waar mensen van alles en nog wat gaan dumpen. Dat is iets waar mensen tegen willen gaan. Niemand wordt daar gelukkig van. De Vlaming ziet in het buitenland dat het wel op een andere manier kan en vraagt terecht dat dat ook bij ons zo gebeurt. En ik herhaal wat ik heb gezegd over de lokale besturen en de statiegeldallianties. Ja, daar is het signaal ook des te duidelijker. Dus die draagvlak is er, daar ben ik heel hard van overtuigd. Maar het is dan ook aan de bovenlokale besturen en deze Vlaamse regering om daar iets mee te doen. En liever vandaag dan morgen. En dat hebben ze de afgelopen jaren echt wel nagelaten om te doen. Ja, het is een dossier waarin heel wat verschillende krachten op elkaar inwerken. Hè. U hebt het meestal genoemd, lokale besturen, de politieke wereld, de burger zelf, maar ook de distributiesector, de industriële sector. Hoe gaat u daar als parlementslid mee om met die verschillende, ja,
en formaties, maar ook lobbygroepen die eigenlijk allemaal wel een stem hebben. Maar ik denk dat het heel belangrijk is als politicus om iedereen te horen en dat op een transparante manier te doen, zoals hier ook gebeurt. Hoorzittingen, mensen uitnodigingen, alle belangen naast elkaar leggen en iedereen ook een eerlijke kans geven om gehoord te worden. Maar de taak van de politiek is om de netto winst van een samenleving te bewaken. Ervoor te zorgen dat de maatregelen die wij nemen goed zijn voor het grootste deel van de bevolking. Dat dat een positief effect heeft op milieu, op mens en op maatschappij. En ja, lobbygroepen die hebben natuurlijk een andere invalshoek, die rijden vooral voor zichzelf, waar ik begrijp en waar ik respecteer. Maar als politicus kan je je daar nooit door laten verlammen. En als het gaat over statiegeld bijvoorbeeld, ja, sorry, de netto winst voor mens, maatschappij en milieu is daar wel heel, heel duidelijk. Dus volle gas vooruit en gewoon realiseren. En dat dat nu nog altijd niet is gebeurd, ik herhaal, vind ik echt een blamage voor deze regering. Dit gaat over onze verantwoordelijkheid naar mensen die slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, terwijl ze sport willen uitoefenen en de verantwoordelijkheid die wij daar allemaal in dragen om oplossingen te vinden. Ik wil niet meer en niet minder dat iedereen, coach, ouders, spelers, speelsters, weten wat ze moeten doen als ze geconfronteerd worden met datzelfde grensoverschrijdend gedrag, diezelfde gevaar voor hun fysieke en hun mentale veiligheid, dat seksueel grensoverschrijdend gedrag is. En dat is minder evident, maar dat en niets anders dan dat moet de ambitie zijn die wij hier allemaal hebben. Ja, Imadi Anouri, er zijn in dit parlement veel technische verhalen, veel moeilijke dossiers, maar er zijn ook ja, toch af en toe commissies waar problematieken naar buiten springen of in het oog springen. We hebben u gevraagd vanzelf een fragment te kiezen. En u hebt gekozen voor een hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de sportsector. Ja, dat was wel een opmerkelijke hoorzitting. Het was ook een opmerkelijk thema. Wat intrigeert u daar zo aan? Goh, dat is een heel dubbel gevoel. Ik ben tegelijkertijd heel fier dat dat thema zo hard is aan bod gekomen, omdat ik er voor een stuk de eerste aanzet toe heb gedaan. Als tegelijkertijd, als mens, was ik heel nederig en heel ontdaan door alles wat ik daar te horen en te zien heb gekregen. Misschien met eerste in Groot-Brittannië, enkele jaren geleden, was er een heel groot sportschandaal. Er waren verschillende volwassen mannen die op latere leeftijd te kennen gaven dat ze, toen ze bij de jeugdopleiding zaten bij heel bekende voetbalclubs, ze seksueel mishandeld werden en seksueel misbruikt. En daar heeft toen een heel discussie op gang gebracht. En toen stelde ik mij de vraag van ja, dit gebeurt overal, sowieso ook bij ons. Hoe zit het met het aantal meldingen? Dat was in 2016. Ik heb toen de vraag gesteld aan minister Muiters van hoeveel meldingen zijn er eigenlijk binnengekomen binnen de voetbalwereld over seksueel misbruik. En het aantal meldingen was nul. Nu, je kunt dan denken, ah, hoera, bij ons gebeurt dat niet, maar dat geloofde ik toen niet. Of je kan denken, er is een probleem, het gesprek komt niet aan bod, het komt niet aan de oppervlakte. Wat is er daarna gebeurd? Er is van alles gebeurd. Onder andere het Voice-project van Tine Vertonghen, dat bezig is met mensen, survivors, die seksueel misbruik hebben meegemaakt, een stem te geven en hen erkenning te geven. Die gaf zelf ook aan dat er eigenlijk wel heel veel verhalen waren uit de sport. Er zijn verschillende getuigenissen naar boven gekomen, ook in een PANO-reportage. Daarna is de hele MeToo-beweging losgekomen. En dan zag je gewoon dat dit probleem natuurlijk ons als maatschappij op heel veel verschillende vlakken raakt. En toen, bij die commissie Sport, die dan in een stroomversnelling is geraakt, want we hebben toen beslist om dit echt wel aan te pakken en ervoor te zorgen dat er hoorzittingen komen met allerlei experten en maatregelen te nemen om dit maximaal te kunnen tegengaan. Je kan dit niet voorkomen, jammer genoeg, maar om dat maximaal tegen te gaan. En ja, ik zeg het, ik denk dat we heel veel werk hebben verzet, maar dat er nog heel veel werk te verzetten is. Maar dat het belangrijkste is dat die mensen die dat hebben meegemaakt hun stem hebben kunnen laten horen en dat wij aan hen hebben gezegd van we gaan hier echt wel mee aan de slag gaan. Ja, en de verschillende sectoren waar je dat structureel ziet terugkeren, cultuur, theater, kerk, sport, zie je eigenlijk twee constanten. Het gaat over sectoren met fysieke aanrakingen bijna, maar ook met een hiërarchische verhouding. Is dat de juiste analyse? Wel, ik denk dat er verschillende factoren spelen, maar wat zeker wel klopt, is natuurlijk wel die machtsverhoudingen. En je ziet daar dat mensen heel kwetsbaar zijn. Om maar aan te geven, een sporter die heel graag naar een bepaald doel wil toewerken, die daar bijna is aan het geraken, die is heel afhankelijk van zijn of haar coach. Dus die heeft een zekere macht over hem of haar. Jongere mensen die kijken op naar een coach als iemand die hen begeleidt, een volwassen die hen vormt, die hen bepaalde tools aanreikt. En ja, die heeft natuurlijk ook wel een bepaalde machtspositie tegenover hen. Ook evengoed in de culturele sector, waar die super divers is, zie je dat natuurlijk in kleine dansgezelschappen, de baas, de regisseur, de man die beslist over wie dat welke rol krijgt, ja, die heeft natuurlijk ook weer een bepaalde machtsverhouding. Dat is een van de elementen.
Een ander element is dat in heel veel raden van bestuur, en dat vond ik toch ook wel een heel opvallende, er een soort van toxische masculiniteit is. En dat is ook iets dat ik zelf toen heb moeten ontdekken toen ik de experten bezig hoorde. Namelijk dat er een oververtegenwoordiging is van een toxische mannelijkheid die ervoor zorgt dat er dit soort dingen niet makkelijk bespreekbaar zijn. En dat dit soort dingen niet op de agenda worden gezet of dat men daar ook niet altijd even duidelijk vatbaar voor is om die bepaalde signalen te herkennen. Dat komt omdat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in die raden van bestuur en de know-how over dit soort thematieken onderbelicht is of onvoldoende is. Dat is ook een van de elementen. En zo zijn er heel wat verschillende dingen waar we eigenlijk op dit moment aan moeten werken om er echt voor te zorgen dat we dit op een volwassen manier kunnen gaan tackelen. Ja, maar kan de Vlaamse overheid daar regulerend in optreden of wat moeten we dan precies gaan doen? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, wij financieren voor een heel groot stuk sportclubs bijvoorbeeld. Wel ja, dan vind ik het niet meer dan normaal dat als je gaat sporten, je ervoor zorgt dat mensen verzekerd zijn, dat ze op een veilige manier sporten, dat iedereen weet wat ze moeten doen als ze in een sportlokaal zijn als er brand uitbreekt en dat iedereen weet wat ze moeten doen als ze in contact komen met een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En je kan er ook voor zorgen en opdragen als Vlaamse overheid die sportsector subsidieert, doe dat, doe X, Y en Z. En als je dat niet doet, wij vinden dit extreem belangrijk, ja, dan zal je het financieel voelen en dan kan je zelfs niet meer gesubsidieerd worden. Dat geldt ook voor de kunstensector, dat geldt ook voor het onderwijs, dat geldt voor heel veel factoren of heel veel sectoren waar we als Vlaamse overheid een belangrijke rol in spelen. En ik denk dat het meest belangrijke signaal, los van de praktische dingen die ik net heb aangehaald, die we kunnen doen, het meest belangrijke signaal is dat we aan iedereen die dat ooit heeft meegemaakt kunnen zeggen, uw verhaal, je kunt dat brengen, we gaan er naar luisteren en we gaan er iets mee doen. Denk niet dat je dat verhaal voor jezelf moet horen, voor jezelf moet houden. Want een van de meest confronterende zaken vond ik dat slachtoffers die gruwelijke dingen hadden meegemaakt, achteraf getuigden in de commissie of op andere plekken. Ja, ik vroeg me af of dat het eigenlijk allemaal wel erg genoeg was. En of ik dat nu per se ergens aan de grote klok moest hangen. Ja, verdorie, we gaan dat bespreekbaar maken en we gaan ervoor zorgen dat we er op een volwassen manier mee omgaan. In mijn geval heb ik gezien hoe één iemand die ik heel graag had, een onkel, die het heel goed deed in het leven, volledig eronder door is gegaan door een gokverslaving. Alles is die kwijtgespeeld. Vrouw, kinderen, eigendom, tot aan de grond. Alleen gestorven zonder een rotte frank. Door het monster van een gokverslaving. Ik zie vrienden in mijn eigen omgeving die achterloos inzetten op sportwedstrijden. Sommigen doen dat beperkt, vijftal euro per match, alsof het niks is. Anderen die laten zich verleiden tot veel meer. Dat is een karaktergewijs iets. We hebben zelf ook een fragment voor u gekozen. Ook iets over sport. Ja, de maatschappij zit soms vreemd in elkaar. Ik bedoel, Unibet slaagt erin van zichzelf tot hoofdsponsor te maken van de Belgische Voetbalbond. Niemand staat daarbij stil. Tot er plots iets gebeurt. En dan zegt iedereen van, hoe kan dat nu toch dat Unibet sponsort? Ik bedoel, ja, en dan treedt het parlement op. Ja, ja. En dan zeggen ze van, ja, die reclame voor hokbedrijven en zeker in sportomgevingen moeten we toch vermijden. Ja, het is een heel ongezonde relatie die er op dit moment is tussen de gokindustrie en de sportwereld. En ik heb dat zelf ook van nabij gezien, wat de verwoestende gevolgen daarvan kunnen zijn, van mensen met een gokverslaving. Dat is een aandoening dat nog vaak taboe is, er wordt niet over gesproken, maar dat heel vergaande gevolgen kan hebben. En als je dan kijkt naar de onderregulering op dit moment van de gokindustrie, maar de overpromotie, ja, dan hoef je niet het grootste genie te zijn om te weten dat dat een heel problematisch iets is. En ik heb tijdens het WK een open brief geschreven naar de VRT, die gepubliceerd is geweest in de morgen en die op heel veel plekken gedeeld is geweest, omdat ik het onvoorstelbaar vond dat overdag, online en op televisie, terwijl wedstrijden van het WK werden uitgezonden, terwijl jongeren, kinderen, gezinnen, oudere mensen naar tv waren aan het kijken, de ene na de andere reclame voor online gokken werd losgelaten, alsof dat het leukste is, alsof dat er niks schadelijks aan is en alsof dat toch geen kwaad kan om dat te doen. En dat was trouwens ervoor al dat dat mij irriteerde, want tijdens het WK was ik het echt wel beu. Maar ervoor had ik al gezien, had ik er ook al vragen over gesteld in dit parlement, tijdens gewone Champions League wedstrijden doorheen het jaar, om 8:00 PM, dan blijft een jong iemand op om naar de voetbal te kijken, heb je net hetzelfde. Ik heb het onlangs nog geturfd, een 12-tal reclames voor, tijdens en na de match voor online gokken. Dat is veel te veel van het goede. Tijdens het WK hebben we gezien dat het aantal problematische gokkers gigantisch hard is gestegen. Het aantal mensen dat heeft ingezet, maar ook het aantal mensen dat gigantisch hard is gestegen. Omdat er een 1-op-1 verhouding is tussen gokken en reclame voor gokken en grote sportwedstrijden.
ja, dan denk ik dat als je tegelijkertijd ziet dat steeds meer mensen met gokverslaving kampen, dat je daar als Vlaamse overheid ook in investeert via welzijn, via preventie, en tegelijkertijd je eigen openbare omroep daar reclame voor maakt. Ja, nee jongens, zo werkt het niet. Hè. Ja, u hebt gezegd dat u een oom heeft die ten onder is gegaan aan een gokverslaving. Ja. Speelt dat een rol als je dan als parlementair in het parlement moet optreden in zo'n dossier? In die zin van, ik vind het gewoon een problematisch iets omwille van hoe ik naar de maatschappij kijk. Ik denk dat iedereen vrij is om te doen wat hij of zij wil. Of het nu gaat over alcohol consumeren, sigaretten roken, gokken of wat dan ook. Maar die dingen hebben ook een schadelijke component. En dan moet je daar als overheid de verantwoordelijkheid in opnemen en de mensen hun vrijheid laten om te doen wat ze willen of niet, maar ze ook te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen en dat ook niet zomaar te gaan promoten. We doen dat op een verstandige manier als het gaat over sigaretten. Niemand kan zich inbeelden dat er vlak voor een voetbalwedstrijd reclame wordt gemaakt voor Marlboro, alsof van ja, steek een sigaretje op en je dag wordt plots een pakje lichter. Omdat iedereen weet dat het longkanker kan veroorzaken en andere zaken. Iedereen weet dat er reclame is voor alcohol, maar bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand, die slogan kent iedereen. En iedereen weet wel wat de vergaande gevolgen kunnen zijn van alcoholconsumptie. Maar als het gaat over online gokken of gokken, ja, daar zitten we helemaal nog ver vanaf. En dat vind ik iets dat we dringend moeten aanpakken. Ja, maar nu hebben we het over de VRT en over de televisiereclame, scherpe reclame voor die gokbedrijven. Mm-hmm. Als je op internet kijkt en je kijkt naar al die nieuwswebsites, waar men een sportverslaggeving doet, staan vol met pop-ups en banners. Klik hier, wed hier. Ik bedoel, dat kan je, ja, daar heb je veel minder verweermiddelen tegen. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we, en trouwens, de voorstellen die we op dit moment indienen, gaan veel verder dan enkel alleen de openbare omroep. Ik denk dat je dingen die schadelijk zijn, niet overal zomaar mag gaan promoten. En dat geldt ook voor de commerciële zenders en dat geldt ook voor de krantenwebsites die u net hebt opgesomd. Het gaat trouwens nog verder. Hè. Als ik hier vatbaar voor ben, en we weten bijvoorbeeld dat de leeftijdscategorie van 18 tot 30 het meest vatbaar is voor problematisch gokken, en ik zeg van oké, nee, goed, ik ga niet meer naar tv kijken, want het zijn te veel reclames. En ik ga niet meer naar die website surfen, want het is te veel reclame. Ik ga gewoon gezond de buitenlucht in en ik ga naar een voetbalmatch kijken. Dan kom je toe in een stadion waar overal vlaggen hangen van Unibet, waar dat spandoeken ophangen van Unibet en waar dat die als officiële sponsor ook nog eens overal uithangen. Je kan daar niet aan ontsnappen. Dit is een overpromotie van iets dat schadelijk is voor heel wat mensen en je moet dat reguleren. Ja. Dan is er nog werk op de plank voor 2019. Klaar om dat volle bek te tackelen. Ja, rest mij enkel om u te bedanken voor dit gesprek en u mijn beste wensen te geven voor 2019. Heel graag en hetzelfde voor jullie bij Vlaams Parlement TV. Ja, dank u wel.